Hoi allemaal, vandaag laat ik jou zien waar we al geweest zijn en waar nog niet. Ik kan ze rap laten zien. Ten eerste Antwerpen. Dat vind ik ook een hele leuke stad. Er zijn heel veel winkels, de Meir onder andere. Hier is er nog eentje van. Brussel is ook een hele leuke stad. Daar heb je ook van alle winkeltjes. En onder andere Manneke Pies is natuurlijk het beroemdste van Brussel. Dan hebben we Bokrijk. Bokrijk is wel een heel leuk museum. Daar heb je leuke dingetjes van vroeger. Bijvoorbeeld dit onder andere. Wat hebben we hier nog? Even kijken. Zoals dit was een heel vroeger huisje van in de jaren van heel lang geleden. Dan hebben we hier nog Gent. Daar ga ik dus vandaag naartoe. Dat is het Gravensteen. Dat is ook een heel leuk museum. Ook van in de vroegere tijden. Zoals je ziet. Dit is dus het Gravensteen. Dus ik zou zeggen mensen, als u eens naar Gent komt, zou ik zeggen, ga naar het Gravensteen. Dat is superleuk. Dus dit is Gent. Eens kijken, wat heb ik hier nog? Eens zien. Meer wat van alles. In Oost-Vlaanderen natuurlijk, ja. Het is niet allemaal over Gent, het is alleen Gent en Oost-Vlaanderen. Dus alles wat je kunt zien. Hier is dus Gent. Ja, dit is dus ook het Gravensteen. En dit is de Korenmarkt. Daar waar je ook winkels hebt en zo van die dingen. De Vrijdagsmarkt. Een kerken. En een winkelstraat. Dan hebben we nog... Amsterdam. Dat was ook een hele leuke stad. We zijn daar 3 dagen gebleven. Allee, 4 dagen eigenlijk. En 3 nachten. Het was er wel heel leuk. We zijn naar het Anna Frank huis geweest. Dat was ook heel tof. Even zien. Dit is dus Amsterdam. En er staat ook een beeld van André Hazes. Dan heb ik ook deze. Ik moet zeggen, het was wel heel druk met de fietsers en zo. Er rijden wel heel veel fietsers daar in Amsterdam. Maar het is wel de moeite om daar eens langs te komen. Er is ook een soort museum, Madame Tussaud, met allemaal de beeldjes die je daar kunt zien.
Dan heb je Trier. Dat is ook een hele leuke stad waar je naartoe kunt gaan. Ook nog Trier. Dankjewel. Ja, dat knip ik er wel uit. Dan heb je Trier. Dat is ook een hele leuke stad. Daar kan je ook leuk winkelen en zo van die dingen. En de Dom van Trier natuurlijk. Ziet er zo uit. Dan heb je Rome. Dat was ook heel leuk om naartoe te gaan. Maar ik moet wel zeggen, het was daar wel warm en het was daar een hittegolf. Maar het is wel de moeite. We zijn naar de Trevi-fontein gegaan. Dat was ook de moeite om naartoe te gaan. Utrecht, dat is ook wel heel leuk. Daar kan je ook heel leuk winkelen. Hier is zelfs ook zoiets met een bootje dat je kan doen. Dan heb je Ieper, waar al de soldaten liggen van de Eerste of de Tweede Oorlog. Dat is al heel lang geleden dat we daar geweest zijn. Dus, maar het is wel de moeite om daar ook eens langs te komen. Naar deze hebben we ook gegaan. En dit is het plein. Dan hebben we Maastricht. Dat was ook heel leuk om naartoe te gaan, moet ik zeggen. Je vindt daar onder andere ook winkels eigenlijk. In elke stad bijna vindt u winkels, dus winkels genoeg zou ik zeggen. Dus mensen, als jullie al naar die plaatsen zijn geweest, laat het gerust weten in de comments hieronder. En zo ziet het eruit eigenlijk. Dat is eigenlijk wel een heel leuk uitzicht. Daar hebben we al gelopen. Dat is echt wel leuk. Dit was onze... Ook, dat hebben we eigenlijk ook gedaan op 4 dagen of 3 dagen. Ja, zeg maar 4 dagen. Dit was Luxemburg. Dat was ook een heel leuk plaatsje. We hebben hier gelopen. En we hebben ook aan die kant gelopen en zo van die dingen. Kijk van achteren, dat zijn ook allemaal leuke plekken en zo van die dingen. Toen we ertoe kwamen, konden we geen enkel winkel gaan doen, want alles was gesloten. Dus ja, dan hebben we maar alles wat ontdekt. Dan hebben we hier over die brug gelopen en hier gelopen. Maar toen, als we daar waren, was het wel regenachtig weer en zo. Dus ja. Ja, dit is ook nog eens Luxemburg waar we geweest zijn. Dus ja. Het is wel de moeite, zou ik zeggen. Dus mensen, als jullie er naartoe willen gaan, ik zou zeggen, ga gerust eens naar Luxemburg. Ja. En dan hebben we hier nog Cochem. In Cochem zijn we ook al een keer geweest. Dat is er ook heel super mooi om te zien. Ja, er zijn ook wel plaatsen waar we nog niet geweest zijn, maar dat laat ik in een rapje nog eens zien. Zo, dat is al beter. Zo zie je het helemaal.
Ja, hier zijn we ook nog geweest, in Saarburg. Dat is ook een leuk plaatsje van Duitsland. Dat was ook heel leuk. Er is zo een watervalletje. En daar kan je logeren in een mooie hotelletje. We hadden wel een luxe kamer. Met een eigen tafeltje en een zeteltje waar je kon zitten en relaxen. Dus het was wel een heel leuk plaatsje. Kijk, hier kan je zien, daar aan het rand zaten we. Dus hier was dat water dat altijd dat je hoorde. Dus kijk, hier zie je het beter. Hier zie je dat water. Dus dat is echt heel, heel relaxend als je dan ergens zit. Ja, dat was super gezellig. En dan hebben we ook natuurlijk de Efteling. De Efteling is ook een hele leuke plaats. Dat is een sprookjesachtig park met allemaal elfjes. Ja, alles wat je maar kunt bedenken. Een treintje. Zo van die dingen. En van die vuilbakken. Papier, uur. Hallo, hallo, papier. Dan hebben we nog Namen. Daar zijn we ook al geweest. Ook een superleuke winkelcentrum waar je kunt wandelen. Wel heel leuk. We zijn ook hier geweest. Het is wel hoog klimmen een beetje. Ja. Dan hebben we nog Dinant. Dinant is ook een heel leuk plaatsje. Daar kan je ook heel leuk winkelen, met de meeste toch al, ja. En ja, zoals je kunt zien, wacht, hè. Hoeveel staat er nu eigenlijk niet in dat boekje? Voilà, hier is ook nog eens Dinant. Dan hebben we nog Goes. Dat is ook heel leuk. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar mijn ouders zijn daar eens naartoe geweest. En ik moet wel zeggen, ik ben er dan ook geweest met mijn vriend. En het was daar heel, heel, heel mooi en heel tof. Kijk, dit is dus Goes. Het is ook zo een soort winkelcentrum waar je kunt lopen en zo van die dingen. Dus, ik zou zeggen, ga daar gerust eens naartoe. Dan hebben we Leuven. Daar komen we dikwijls een keer. Dat is er ook heel gezellig. Waar je het plaatsje hebt waar de Kotmadam wordt opgenomen. Dit is de kerk van Leuven. Hier. Dit is dus het bankje waar de kotmadam altijd gaat zitten in het einde, allez, in het laatste stukje van de trailer van Kotmadam. Zo, dit is eruit. Dan hebben we nog eens Brussel. Waar je mannekepjes vindt. Hier dus, deze. Met al zijn kledingstukken aan. Dat is eigenlijk ook wel leuk om te zien als je hem tegenkomt in Brussel. En dit is het plein. Ja, natuurlijk in Keulen. Zijn we ook al geweest.
Dat is ook heel leuk om te zien, zelfs als het donker is, dan heb je dit uitzicht. Dat is heel leuk om te zien. En natuurlijk het mooiste waar je kunt lopen in Keulen is de brug. Want daar hangen allemaal van die sloten aan. Dat is echt wel mooi om te zien. Nog een keer Aken. Daar zijn we ook al naartoe gegaan. Dit is Aken. En allemaal verschillende plaatsen zoals dit hier. Heel mooi om te zien. Daar heb je ook winkeltjes en zo van die dingen. Ja, dan heb je Lille. Is ook een hele mooie plaats waar je naartoe kunt gaan. Ook onder andere winkeltjes. Dan zijn we ook naar de Grotten van Han geweest. Dat is ook heel leuk om te gaan bezichtigen. Moet ik zeggen. Je kan zo met een treintje, zo een heel klein treintje, kan je de grotten gaan bezichtigen. Je kan dan ook, zoals deze dus, je kan ook de dieren ontdekken. Er zijn van alle soorten dieren. Leg bijvoorbeeld de Schotse rund. En nog andere dieren bijvoorbeeld. Ik zal maar zeggen, er zijn van alle soorten dieren die je kunt gaan bezichtigen in de Grotten van Han. En er is ook een museum gekomen, 4 of 5 museums. Dan hebben we nog Milaan. Milaan is ook heel mooi om te zien. Daar heb je prachtige plaatsjes waar je kan lopen. Dus dat is Milaan. Dan hebben we nog Venetië. Venetië is ook een heel leuk plaatsje. Dat is eigenlijk met allemaal bootjes waar je van plaatsje naar plaatsje moet. Er komen geen auto's dus. Het kan ook zijn dat er wel al veel mensen zijn geweest die daar al van op de hoogte zijn hoe Venetië eruit ziet. En dat plaatsje ligt natuurlijk in Italië. Zo. Natuurlijk zijn we ook al een paar keer geweest in Verona. Verona is ook een heel mooi plaatsje van Romeo en Julia. Kan je ook gaan bezichtigen. Dit dus, dat is van Romeo en Julia. Daar heb je natuurlijk ook veel winkeltjes. En dan heb je deze mooie uitzicht van Verona. Dus jongens en meisjes, ik zou zeggen, ga daar ook eens gerust naartoe. Het is er super leuk. En dan heb ik nog het Anna Frank boek. Dat is een stripboek over Anna Frank. Ook vanuit dingen. Amsterdam. Over Amsterdam gaat het eigenlijk. Allee, je kan het gaan bezichtigen in Amsterdam. Zal het zo zeggen. Voilà. Maar dit zou ik ook wel eens graag gaan. Dat is Berlijn. Dus daar heb ik nog nooit geweest. Dus ja, ik zou daar wel graag naartoe gaan. Zo, en dit zijn nog 3 boeken van Parijs. Vonden jullie dit nu een hele leuke video? Laat dan zeker een duimpje hieronder. En vergeet me niet te abonneren en op het belletje te klikken. Dag!